Er zijn wel echt plekken waar die metervissen kunnen liggen. Ja! Hoppa! Woehoe. Yes mensen, hartstikke leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag ben ik weer aan het polderen en vissen we op snoek. Ik ben met Tim in de verte. Zwaai Tim! Hallo! Tim en ik die gaan vandaag even een paar mooie snoeken eruit trekken, hopen we. Het is wel heel koud. Het is vandaag echt weer een van de eerste dagen dat het weer onder 5 graden is. Maar we gaan kijken hoe dat gaat. Hier heb ik de vorige keer, dus in de vorige video, wel een paar mooie snoeken. Of nee, één mooie snoek gevangen. En daarna nog even één mooie snoek, maar dat was buiten beeld. Dus het komt allemaal wel goed. We gaan even veel uitleggen, veel laten zien aan jullie. Dus veel plezier met het kijken naar de video. Ik vis vandaag ook gewoon weer met een Berkley 6 Smash van 17 centimeter. En mijn Max Pro combootje. En dan moet het wel goed komen. Ik denk dat ik de vorige keer was ik ook met deze aan het vissen. Toen ging het goed. Aan de 6 mesh heb ik een 7 of 10, nee, 10 gram loodkopje zitten. Ik kan net wat verder gooien, net wat dieper visje dan. Dus let's go. Schoot hier voor eentje weg. Man. Dat is een kleintje. Ja, die is bang. Oh, er schoot hier weer een weg. Nee, ze schieten steeds weg. Ik moet stroom met je aan de overkant. Oh ja, ik kom er vandaar. Je gewoon even een beetje heen en weer gooien. Ja! Goeie vis hoor. Zo hard. Ja. Dit is echt een goede vis, ik zag hem al. Oh. Zeg, ik wil hem ook zelf oppakken. Ja, doe maar. Oh. Ah nee, het is weer in het water. Yes. Woehoe. Goeie vis, hoppa. Oh, kijk eens aan. Oh, lekker Tim. Eerste vis van de dag. We zien hier eigenlijk een heel klein stroompje aan de overkant uit de sloot die uit het weiland komt. En we zeggen, we gooien er even een paar keer omheen. En ja, hij duikt erop, niet normaal. Ja, dat was echt een goede aanbeet. Volgas op de... Zilla Glider natuurlijk. Hoppa. Fantastisch aasje, kan je heel rustig vissen, vooral op dit soort plekken waar je eigenlijk verwacht dat ze liggen. En dit is wel een goede vis hoor. Het is een mooie vis, ik vind de kleuren heel gaaf. Even goed van dichtbij bekijken, moet die kop zien. Ja, dit is echt gewoon een plaatje zo hoor, dikke buik zit eronder. Dus ik wil je graag even een foto van, en ja. Hem zo mooi terugzetten. Inderdaad. Hoppa, gaan we mooi terugzetten, dan gaan we de volgende vangen. Ja, lekker man. Hey. Boom! Ja, ik ben dus de hele tijd met die 6 mesh van 17 centimeter aan het vissen. Maar Tim die dacht van, ik gooi er even een 16 centimeter zilla aan. En dat heeft hem blijkbaar gedaan, want je hebt hem daar een soort uitstromingje. Het is echt een heel klein dingetje, maar daar haalt hij toch die snoek vandaan. En ik denk dat je met zo'n zilla gewoon wat langzamer kan vissen. Dus daarom gooi ik deze er even aan. Kijken of dat wat oplevert en of we nog een mooie snoek kunnen vangen. Maar goed, die van net was hartstikke mooi. Dit is een rare stroming. Ja, het is zeker een mooie stroming. Ja, oh! Oh, zei het hè? Ja, hij zat er. Oh, hij zag hem echt opduiken. Ja! Ja! Hij heeft hem gewoon. Leuk visje. Ik heb jou zeggen, ik heb jou aanbeetje gefilmd. Ja? Nee, weet je niet. Lekker ding pakken. Super dik, gast. Leuke vis weer. Mijn slippers is helemaal kapot, dus ik moet hem nu op de duim stick doen, zeg maar. Goeie vis weer, hoor. Ja! Lekker, man. Hoppa. Goeie vis. Lekker. Oh. Op die glider. Ja, man. Oh, mensen. We zijn nog geen 5 minuten verder. En we hebben de volgende snoek alweer binnen. Ik denk dat deze ongeveer net zo groot was als die van jou. Dat denk ik ook, ja. Prachtvis, maat. Prachtige vis. Moet je kijken, hè. Zo. En Tim zei het nog. Het staat volgens mij op de GoPro. En dat hebben jullie ook al gehoord. In het hoekje daar. Daar moet er een liggen. Een heel vaag stukje waar het net niet stroomt. Ja, net buiten de stroming. Daar gaan ze graag liggen. Ja. Daar hoeven ze geen energie te verspelen, natuurlijk. Precies. En daar lag er een. En wat een vis. Gewoon 2 en 5 minuten. Dat heb ik niet vaak gehad. Maar goed, we gaan... Een dikke plaat voor je schieten, dan maat. Nog even een mooie foto en dan mag hij weer rustig verder zwemmen. Hoppa! Ja mensen, dan mag hij weer terug. En dan moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Want het is hier aardig stijl. Kijk.
Hij wil het al. Hoppa. Wow, super. 2,5 minuten, hoe is dat mogelijk in dit stukje? Hoe vet. Ja, de glider heeft het wel gedaan. Ik had hem nog gezegd, ik ga verwisselen. Tim die is wat langzaam aan het vissen met de glider. En blijkbaar was dat het geheim. Nog geen 5 minuten later, nadat je hem eraan gedaan hebt, gelijk boem, vis erop. Precies. Ja, was, ik denk 3-4 keer heb ik gegooid en ik zag hem er al opklappen. Ja, tweede keer had hij hem. Dus op naar de volgende. Hoppa. Ik zou het niet weten. Ik denk dat het een huis is. Een kasteel van huis, denk ik. Oh, onderkantje lat. Ja. Oprecht, als je een oprijlaan hebt en we kunnen het huis nog niet zien, dan heb je een huis. Dan moet er toch wel heel wat staan. Dan heb je een huis. Ik denk dat het een kasteel is, joh. Hier kunnen we trouwens wel heel mooi naast elkaar staan en dan gewoon in de diepte gooien. Hoppa, nou trekken ze er even uit. Het is lange tijd geleden dat ik 2 snoeken op een dag heb gevangen. Ja? Ja, echt heel lang geleden. Normaal gesproken, als ik dan 1 vis heb gevangen, dan ga ik gelijk door naar de volgende. Maar ja, dat bewijst vandaag weer het tegendeel. Ja. Ja, die Fire Tiger kleur, die had hij toch wel zin in. Weet jij een trucje om onder die brug te gooien? Kijk, naar je toe, dan een rondje. Oeh. Super handige manier om vers shets onder je ding. Dat deed je wel netjes hoor, die staat er ook gewoon op. Leuk techniekje. En we proberen. Dat gaan we eens onthouden. Ja, is goed. Ja, naar je toe, rondje. Oh, dat ging nog best aardig. Mensen, daar in de verte zit weer een heel lekker uitstromingje. En de vorige keer was het goed. Dus we gaan kijken of het deze keer weer gaat lukken. En ik denk, het zit ook bij een bruggetje. Dus wie weet, ik denk eigenlijk wel dat er eentje zit. Ik denk dat ik hier zeker kans maak. Eerst even naar hier. Hier heb je weer precies zo'n, dingetje. Even kijken. Zit er eentje? Zit er eentje? Zit er geen één? Nou, daar komen zo meteen misschien nog wat terug. Ik ben eigenlijk meer benieuwd naar die uitwatering daar. Blijf ook een beetje hier uit de buurt staan. Nou, dit zijn wel echt die plekken waar ze zitten. Kijk mensen, dit is dat uitwateringetje. Er komt allemaal nieuw water in. Een soort tunneltje. Vaak als dat tunneltje geen stroming geeft, dan liggen ze erin. En als het tunneltje wel stroming geeft, dan liggen ze net buiten. Maar het zijn wel echt die plekken die je niet mag missen. Je ziet ook wel echt dat die gepakt is. Kijk maar, hier is allemaal van die tandjes zitten erin. En hier in het staartje zitten allemaal van die tandjes. Maar ja, dat hoort, hè. Dat hoort erbij. Je kunt het kan er beter hartstikke slecht uitzien. Dan weet je dat je vangst hebt gehad. Dan dat die nog hartstikke mooi nieuw eruit ziet. Net even zelf gegeten. Voordat we gingen eten hebben we 2 vissen gevangen. Daniel op de 13 centimeter Zilla Fire Tiger en ik met deze. Voor mij is nu alleen even de keuze om deze weg te doen en er even een andere bij te pakken. Ik heb, zoals jullie kunnen zien, genoeg hardbaits mee. Zeg dat wel, ja. Niet normaal. Eigenlijk te veel, want je krijgt er alleen maar last van je rug van zo'n tas vol met van die dingen. Hier een mooie blauwe zouden we kunnen doen. Dat hebben we hier nog liggen. Een felle. Maar ik denk zelf, vind ik wel gaaf, ik heb er nog geen vis mee gevangen, maar ik wil dat wel heel graag, dat ik ga voor de Limited Edition uit de Limited Edition Zilla Box. En ik denk dat dit nog wel eens een heel mooi kleurtje kan zijn. Dat denk ik ook wel, het water is hier wat donkerder. Verschillende kleuren zitten erop, als ik hem beweeg dan verandert het ook een beetje. Ik denk dat dit mijn keuze wordt, dus we gaan het zien. Ja, dat is een mooie. Ik vis nog steeds met de Fire Tiger, de Zilla Glider, een 13 centimeter variant. We lopen eenzelfde soort poldertje eigenlijk af. Dus ik blijf doorgaan met de Fire Tiger. En we komen nog een heel mooi duikertje tegen waar ik denk dat ik met een Zilla Glider wel heel fijn en langzaam kan vissen. Tim die vis met een 16 centimeter variant, ik vis met een 13 centimeter variant. Nou, in principe kan het niet fout gaan, denk ik. Dus nog even eentje uittrekken, Tim. We gaan ons best doen. Ik denk dat we nog 2 uur licht hebben ongeveer. Dat denk dus, ik ook. Dus genoeg tijd en wellicht denk ik ook genoeg vis. Dus lekker vissen.
die glider die kan je altijd zo lekker sloom vissen. Dus dat is voor zo'n scenario wel top. Het wordt ook wat kouder, dus die vissen worden allemaal wat slomer. Dan is zo'n glider dus perfect. Lekker sloom vissen. Lekker trage en harde tikken geven. En dan pak je er gewoon een paar hoor, op een dag. Daniel! Check dan, er zit gewoon een varken. Het zijn er twee, hè? Oh, zijn er echt twee? Ja, er zit er nog één. Zo. Met een stoel inderdaad. Waarom staat die stoel daar? Waarom hebben ze een bal? Het zijn wel saaie beesten. Ik kan het volgen, hè? Achtjes maken. Snel in de bocht. Ja, als je een musky vist wel, ja. Ja mensen, dat was weer de video. We hebben vandaag twee hele mooie snoeken gevangen. En dat in 5 minuten tijd. Dat was hartstikke leuk. Daarna hebben we helaas geen aanbeet meer gehad. Je kan niet altijd geluk hebben. Hoort erbij, we hebben ons best gedaan. Verschillend kunstenaars geprobeerd. Shads, jerkbaits, andere dingen. Ze wilden niks hebben, maar goed. Ja, dan is het de volgende keer met beter geluk. Vond je deze video nou leuk? Laat dan even een like achter. Abonneer hier beneden. Laat even een leuke reactie achter wat je nou van de video vond. De socials van Tim staan hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.